De Bijbel die zegt ook in, ergens in Jesaja, de geest is Heren, Heren is op je, omdat hij je gezalfd heeft om aan gevangenen vrijlating te verkondigen. En de geest is Heren, die is hier. En als je een gevangene bent of je leeft in geheimen, God wil je vandaag vrijzetten. God reageert op een actuele nood en dat kan hij gaan doen. Dat is vanavond binnen jouw bereik. We hebben een wonderbare God en er is kracht in de naam van Jezus en er is kracht in het bloed van Jezus. Kracht. Amen. En nou, zoals je ook al wel hebt gehoord en ook in de Weco-info hebt kunnen lezen, de kracht van zonde versus de kracht van het kruis. En ja, dat heeft te maken met keuzes, met gevolgen en ja, maar gelukkig ook met oplossing. En we gaan zo ook kijken naar een aantal personen in de Bijbel die voor keuzes werden gesteld en wat gevolgen had. En je weet zelf, ja, je staat zelf ook midden in het leven en je hebt zelf keuzes genoeg. En ja, welke keuzes maak je? We gaan even kijken bij Adam en Eva. We gaan kijken bij Jozef. We gaan kijken bij Daniel. We gaan kijken bij Ananias en Safira. Bij Jezus en bij jezelf. Ja, de kracht van het kruis. En de kracht van zonde. Dat is eigenlijk heel breed. Maar waar ik mij op wil gaan concentreren vanavond is jouw hartsgesteldheid. Want dat is de plek waar heel veel plaatsvindt. En de Bijbel zegt ook van behoed je hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de oorsprongen van het leven. Behoed je hart. Keuzes en gevolgen. En zoals je merkte met alle teksten die ik noem, dat is allemaal NBG, ik ben nog een NBG-fan, dus ik moet nog steeds ergens een keer over op de NBV. Maar er is er nog nooit van gekomen. Goed, ja, keuzes maken kan niet ontkend worden. We hebben allemaal mee te maken. En niet kiezen is ook een keus. En ja, we hebben het over de kracht van zonde. Waar is nou eigenlijk zonde? Gods doel missen. Wat is Gods doel? Nou, als ik één tekst heel duidelijk daarin vind, staat dat in 1 Korintiërs 1 vers 9. God heeft jou geroepen tot relatie, tot gemeenschap met zijn Zoon Jezus Christus. Als we kijken naar Johannes 10 vers 10, Jezus is gekomen om leven te hebben en overvloed. Iets ervoor staat dat Satan kwam en komt om te stelen, te slachten en te verdelgen. Dus dan mag je dat van Jezus omarmen. Hij is gekomen voor leven en overvloed. Romeinen 12, dat zegt over iets wat de wil van God is. En we zien daar, de wil van God is het goede, het welgevallige en het volkomene. Dat is van God. Wat doet zonde? Het brengt scheiding tussen God en de mens. En dat staat in Jesaja 59. Het gevolg van de zonde is dood. Afgescheiden van God en je mist de heerlijkheid van God. We kijken even bij Adam en Eva. Adam en Eva waren door God in het Hof van Eden geplaatst. En in het midden van die hof stonden daar twee bomen. De boom des levens en de boom van kennis van goed en kwaad. Waarom stond die boom daar van kennis van goed en kwaad? Nou, God heeft ons ook een gave gegeven om te kiezen. We zouden niet zomaar automatisch altijd alleen maar God lief hebben. Nee, God heeft jou de keuze gegeven. Jou de gave gegeven om te kiezen. En dat is een hele mooie gift. Dus Adam en Eva waren in die nabijheid. Het was binnen hun bereik die boom van kennis. Maar God had gezegd, je zult daarvan niet eten. Want als je daarvan eet, dan zul je de vrucht daarvan eten, van ontvangen en dat is de dood. En te dagen dat je daarvan eet, zul je voorzeker sterven. Nou, ze stierven niet meteen lichamelijk, maar ze stierven geestelijk. Ze werden afgescheiden van God. En dat is wat zonde doet. Je steeds weghalen bij God en wat God wil doen in je leven. Nou, we weten hoe het verhaal gaat. Op een zekere dag was Eva dus in die buurt van de boom van kennis. En de slang,
Lucifer, een van de machtigste cherubs die God ooit gemaakt heeft, de slang, die was daar. En die startte het gesprek met Eva. En God heeft zeker wel gezegd, en dat begint met een waarheid, maar waar het op neerkomt, is dat de leugen wordt, ja, de overhand neemt op Eva en zij daarin toegeeft. En ze krijgen een hele mooie, ja, een mooi, maar een opsomming. Eva zag dat het goed was. Ze zag dat het de lust was voor de ogen. En dat het begeerlijk was om daar verstandig van te worden. En toen nam Eva die hap. En ze kauwde erop, ze slikte door. En met alle gevolgen van dien. Ook Adam, die nam er ook van. Dus de slang staat het gesprek. Je hebt een leven hier en je hebt keuzes. Wees alert. Een stukje verderop staat ook in Genesis. De zonde ligt als een belager aan de deur, doch over wie jij moet heersen. We gaan kijken bij Jozef. Ook Jozef had te maken met een leven. Jozef had een bestemming op zijn leven als onderkoning van Egypte. Maar hij was daar nog niet meteen. Op een gegeven moment was Jozef in het huis van Potifar. En nou, de Heer was met hem. En Jozef was ook heel schoon en knap van uiterlijk. En hij mocht daar alles regelen in het huis. En alles werd hem ook verantwoordelijk gesteld. Mocht hij daar invulling aan geven, had hij daar de verantwoordelijkheid voor, mocht hij daarvoor zorgen. En er staat ook in de Bijbel dat Potifar bemoeide zich alleen maar met zijn eigen eten en de rest regelde Jozef. Maar er was één ding wat niet van Jozef was en dat was de vrouw van Potifar. En de vrouw van Potifar die zag natuurlijk ook dat Jozef heel knap was en schoon van uiterlijk. Maar voor Jozef was de vrouw van Potifar als een soort van boom van kennis van goed en kwaad. En op een zekere dag, daar kun je op wachten, sprak de slang tot Jozef. Kom bij me liggen. Maar Jozef neemt hier een keus. Zegt, nee, hoe zou ik deze grote kwaad doen en kunnen zondigen tegen God? Hij vlucht. De situatie die verandert in een knip. Van de verleidelijke uitnodiging van de vrouw van Potifar verandert één keer in de vijandigheid. Jozef wordt beschuldigd en hij moet vluchten. Jozef komt in de gevangenis. Als je het verhaal leest, je weet niet hoe lang hij daar moet zitten. En misschien had Jozef wel levenslang of werd helemaal vergeten door de rijksoverheid van Egypte toen de tijd. In ieder geval, als we lezen, Jozef zit in de gevangenis en God was met hem. Jozef verloor alles. Hij maakte de juiste keuze. Hij verloor alles. Maar niet zijn relatie met God. En hij hield een zuiver geweten. Jozef zei nee tegen de verleiding. Daardoor behield hij zijn relatie met God. En hij behield zijn zuiver geweten. Nou, een zuiver geweten, dat is een kostbaar goed. En hij was bereid om die prijs daarvoor te betalen. Dus ook in je keuzes, een zuiver geweten. We gaan naar de volgende, dat is Daniel. Ook Daniel komt in een situatie terecht waarin hij te maken heeft met een slang. En Daniel is onder de koning van Darius. En Darius, koning Darius, heeft het koninkrijk waar 120 stadhouders zijn en waar hij 3 rijksoversten over wil aanstellen. En daar was Daniel één van. Maar Daniel die was zo goed dat koning Darius van zin was om alleen Daniel aan te stellen. Nou, dat vonden die 2 rijksoversten, die waren daar niet zo blij mee. Dus die smeden een list. Ze zagen dat Daniel een hele godvrezende man was. Als we de geschiedenis van Daniel ook lezen, zocht hij 3 keer per dag. Zocht hij God op, aanbad hem, was aan het bidden. En die mensen die een list wilden opstellen tegen Daniel,
Maar die kon dan gewoon niks fouts vinden. Dus moesten ze wel iets gaan bedenken. En ze wisten dus dat Daniel heel godvrezend was en met God leefde. Dus ze bedachten van, we gaan kijken of we hem daarop kunnen pakken. Dus ze bedenken een wet en vaardigen die uit. Je mag alleen maar tot koning Darius een verzoek richten of een gebed bidden. Nou, daar heeft Daniel de keus. Wat doet hij? Waar blijft hij mee doorgaan? God aanbidden. Daniel wordt betrapt, wordt overgeleverd en komt in de leeuwkuil. Hij komt in de leeuwkuil, maar niet in de leeuwenmuil. Hij zit daar een nacht. Koning Darius is dolgelukkig als de volgende dag Daniel leeft. O koning, leef in eeuwigheid. En zo begroet Daniel de koning. Nou, hij is ontzettend blij, hij haalt ze eruit. De aanklagers worden in de kuil gegooid. En ze worden vermorzeld door de leeuwen. Ook zien we hier dus bij Daniel, hij maakt een keus. En dat heeft gevolgen. De plan die ze hadden opgezet voor Daniel mislukte. En Daniel kwam alsnog op de plek die koning Darius voor hem had. Daniel verloor God niet. En als je met God bent, dan is hij met je. Er staat ook een Bijbel. Wie godvruchtig wil leven, zal vervolgd worden. En hier zien we een soort van vervolging. We gaan even naar Ananias en Safira. Ook zij hadden een keus. We kwamen in een situatie. En dat kunnen we lezen in Handelingen. Het begin van de eerste gemeente. En het was gebruikelijk toentertijd dat ze alles met elkaar deelden. Ze verkochten een huis, ze verkochten akkers. Ze brachten de opbrengst daarvan aan de voeten van de apostelen. En de apostelen deelden het uit aan de behoeften die daar waren. Dus Ananias en Safira die verkochten ook een stuk grond. Maar ze hielden iets achter. Men had ze alleen samen even overlegd. Maar ze deden voorkomen alsof ze alles hadden gebracht. En ze kwamen bij apostel Petrus. En apostel Petrus, vol van de Heilige Geest, in kracht en in autoriteit, krijgt een woord van kennis. Dit is niet alles. En ook nog voordat Ananias maar wat kan zeggen, valt hij al dood neer. Nou, dat is heftig. Zeer heftig. De overleggingen van je hart. En ik denk ook, die aanwezigheid van God, die was zo krachtig, zo sterk. Nou, dan moet je, daar krijg je diepe respect voor. Maar je kunt dan ook geen spelletjes met God meer spelen, zoals we zien bij Ananias en Safira. Ze hadden, zoals Petrus ook zegt, Satan toegelaten in hun hart te spreken. De slang. En het werd een dood. Safira kwam later en ze werden ook dood uit de kerk gedragen. Keuzes en gevolgen. Ook Jezus kreeg te maken met keuzes. En hij werd onherroepelijk geconfronteerd. Hij kon daar niet omheen. Jij hebt ook een leven. Jij zult ook worden geconfronteerd met keuzes. Soms krijg je een uitnodiging. Een heel mooi aanbod, wat dan ook, op wat voor gebied dan ook. Maar soms raak je er ook in verzeild. Wat voor keuzes maak je? Jezus, als Zoon van God, een lam Gods, dat de zonde van de wereld wegneemt. En dat is wat Johannes ook zo mooi zei. Hij riep dat voor hem uit. Jezus, de Zoon van God die alle zonden van de wereld wegneemt. Jezus kreeg nadat hij gedoopt was door Johannes de Doper te maken met Satan, met de slang. In de woestijn. En Jezus wordt verzocht op 3 gebieden. Op zijn identiteit. Op het gebied van dienen of gediend worden. Of op het gebied van alle macht kunnen krijgen. Dus Lucifer, Satan, de slang, die deed een geweldig aanbod. Je hoeft alleen maar mij te aanbidden. Voor mij neer te knielen en ik geef je alles. En hij liet het hem ook zien. Maar Jezus, we weten, Jezus zei, nee, er staat geschreven.
Jezus reageerde met het woord van God. Jezus is het woord van God. En dat was zijn overwinning. En dan gaan we naar het hof van Gethsemane. De worsteling die Jezus had. Ook daar had hij keuzes. Jezus worstelde over die beker. Hij was het lam van God, maar hij moest die zonden tot zich nemen en in zich nemen. En ik geloof dat het die beker was, die was gevuld met zeer geconcentreerde sap. Met zonden, ongerechtigheden, overtredingen die hij op zich moest nemen. En terwijl hij zich zo aan het bidden was en aan het strijden en worstelen van, en elke keer zien we ook niet mijn wil, maar uw wil geschieden, denk ik dat Jezus ook te maken kreeg met flashbacks van die verzoeking in de woestijn. En dat de slang tot zijn hart sprak. Je hoeft niet te worstelen, je hoeft geen pijn te lijden, je hoeft niet dood. Je hoeft alleen maar mij te aanbidden. Kies de makkelijkste weg. Kniel neer voor mij en ik geef jou dit alles. Maar Jezus weerstaat Satan, hij weerstaat de slang. En hij zegt, niet mij wil geschieden, maar uw wil geschieden. En nog maar net dat hij was uitgesproken, werd hij al gevangen genomen. We zien hier de tegenreactie, de wapens tegen de slang, tegen de overheden en machten. En dat is het woord van God. En dat is jouw schild van geloof. Jezus overwint door te zeggen, uw wil geschieden en niet de mijne. En neemt de beker tot zich. En ook, ja, wat ook een heel krachtig wapen is, en dat is ook een tekst, dat zegt, onderwerp je aan God, biedt weerstand aan de duivel en hij zal van je vluchten. Nou gaan we even bij onszelf kijken. Je eigen leven en keuzes die je maakt. Er zijn gebieden in je leven. Er zijn stemmen die tot je spreken. In de hoofdlijnen, je eigen stem, de stem van God, de stem van de slang. Satan klaagt je aan, hij veroordeelt je en hij keurt je af. God heeft je geaccepteerd, heeft je vrijgesproken en nodigt je uit. En je eigen stem, je kent je eigen overleggingen en je situatie het beste. Als christen, als wederom geboren christen, heb je al een relatie met God. En sta je al aan de winnaarskant. Je hebt je laten dopen in water. En dan zijn de zonden, de actieve werkingen van zonde in je leven ontkracht. Dat is de status die je hebt. En je zult opstaan aan nieuwheid des levens. En dat gaat dan steeds meer de realiteit worden in je leven. Van kramp naar kracht, van slaaf van zonde, nu vrij in Christus. Je bent van een zeer negatieve geestelijke banksaldo naar een zeer positieve geestelijke banksaldo gegaan. Door het bloed van Jezus, wat gevloeid heeft van het Lam van God, ben je van schuld en zonde vrij. En wat Karl ook al steeds had, de bewijsstuk van al onze overtredingen zijn verscheurd en ze zijn aan het kruis genageld. Hij heeft je gezegend met alle geestelijke zegeningen. En hij heeft jou overgeplaatst vanuit de duisternis in het koninkrijk van zijn wonderbare licht. Hoe maak jij je keuzes? En ik denk dat het heel veel te maken heeft met hoe jouw relatie met Jezus is. En dat is heel erg bepalend. Wie aanbid jij? En we zien ook, als de slang spreekt, komt het heel erg aan op wie aanbid je. Ben je heet of koud? Er staat een tekst in Openbaringen. Komt er vast wel bekend voor. Ben je heet of ben je koud? Als je heet bent voor God, dan blijf je in zijn woord. En luister je daar nauwkeurig aan. Als je heet bent voor God, is daar steeds aanwezige drang om hem te zoeken. En tijd met hem door te nemen.
Je houdt van gebed. Je houdt ervan om hem te aanbidden. Je houdt van het woord van God. En het heeft een plaats in je leven. Net zoals Daniel. Wanneer je koud bent, kun je verkeren in het gebied van ongezeggelijkheid en weerspannigheid. Je weet het beter als God. Of de woorden van God laten je koud. Als je koud bent, ga je eigen gang en verzet je misschien tegen de stem van God. Of tegen de stem van God die door de kerk heen spreekt. Dus niet de stem van mensen die door de kerk heen spreekt. Of de werken vanuit het vlees. Nee, de stem van God. De stem van de Heilige Geest van God die door de kerk heen spreekt. Als je koud bent, heb je meer moeite om je te onderwerpen aan God. En als je al niet kunt onderwerpen, dan kun je de duivel al helemaal geen weerstand bieden. Zodat hij van je vlucht. Hoeveel tijd neem je met God? Hoe lief heb je hem? En hoe uitzicht dat in de praktijk? Dagelijkse praktijk van je leven. En ik zei ook al, we hebben het over de kracht van zonde, de kracht van het kruis. Zijn er dingen waar je slaaf van bent? Zijn er patronen die steeds terugkomen en die jou in de weg staan? Of die je relatie met God beschadigt, jezelf beschadigt of je naaste beschadigt? God geeft een gebod. Heb God lief, heb jezelf lief en heb je naaste lief. Hoe is jouw mening over bepaalde mensen? Mensen waar ook en wie ook zijn schepsels van God, of ze nou Christus zijn of niet. BN'ers, politieke figuren, leiders, mannen en vrouwen van God, je familie en gaan zo maar door. Hoe spreek jij over deze mensen? Maak je God daar blij mee? Of verwond je mensen? Of maak je God verdrietig met je woorden? Dus dat zijn zo een paar gebieden. Je mening, je woorden. Of misschien wel jouw plek in de maatschappij, of het werk, of de verantwoordelijkheden die je hebt. Voor een instantie, een bedrijf, stichting, vereniging, kerk, organisatie, overheidsinstelling, waar jouw volmachten aan jou zijn toevertrouwd. En jij mag beslissen over allerlei zaken. Maar je doet misschien dingen die je voor jezelf gebruikt. Of die je probeert verborgen te houden. Hoe sta je daarin? Er ging eens een gezin op vakantie naar de bergen. Het is zo'n vakantie. En ze gaan op reis. En ze gaan naar een plek toe waar hele hoge bergen zijn. Maar ook hele smalle paadjes. En diepe ravijnen en kloven. Dus de papa en mama van dat gezin, die geven hun kinderen instructies mee. Blijf nou dicht bij ons. En dan zorgen wij ervoor dat we over je waken. Als je binnen ons oogbereik blijft, weten we dat het goed gaat. En dat je geen kans bestaat dat je in zo'n kloof terechtkomt. Of in zo'n diepe ravijn. Nou, op een gegeven moment is het zover. Dan lopen ze door de bergen. Maar in één keer zijn ze een kind kwijt. Oei. Wat gaan ze dan doen? Ze gaan roepen. Zo, waar ben je? Kom zo snel mogelijk hierheen. En ze luisteren. Waar is het kind? En ze beginnen heel hard te roepen. Want het kind is in gevaar. Dus ja, als misschien dat God nou wel tot je spreekt. Nee, roep je. Maar misschien ben je nou wel in gevaar. Je bent misschien te dicht bij de kloof. Je bent te ver afgedwaald. Keer terug. Want anders gebeuren er dingen die je leven kan verwoesten. Je beschadigt levens van anderen. Je beschadigt in je relatie met God. Keer terug. Ik herinner mij dat God mij een verhaal van mezelf, een getuigenis van mezelf, dat God mij begon te overtuigen. Ik was een jaar of 20 en ik rookte toen nog. Dat was stoer, mijn klasgenootjes deden dat ook. En je wilt ook wel eens wat, dus ik rookte. Maar God begon mij te overtuigen. Hij klopte op de deur van mijn geweten. En het ging maar door. Totdat ik het besluit nam om voor me te laten bidden. Dus ik ben een keer eens in de dienst naar voren toe gegaan. Heb voor me laten bidden. En vanaf dat moment was ik eens en altijd vrij van nicotine. Was ik vrij van roken.
En zo zien we dus dat God aan het werk kan. En nou, ik denk dat al heel 20 jaar geleden is. Maar sinds die tijd ook nooit weer een sigaret gerookt. En nog wel eens zin gehad, maar ik zei nee, resoluut nee. Want ik vond die gebedsverhoringen, die bevrijding zo krachtig. Dat is, ja. Dus dat is ook een gebied. En ik wil nog een gebied benoemen. Waarvan ik weet dat Satan rondgaat als een briesende leeuw. Om te verslinden. Er zijn heel veel gebieden die benoemd kunnen worden. Maar deze licht ik uit. Omdat er zo weinig over verteld wordt. De Bijbel zegt ook, door gebrek aan kennis gaat mijn volk te gronde. Geef de slang geen grond waar hij overheen kan kruipen. Maar werp een muur en een grens op met het woord van God. En het gebied is op het terrein van, op het gebied van seksualiteit. Je hebt een leven in deze wereld. Je hebt de gebrokenheid van deze wereld. Of de gebrokenheid van het gezin waarin je opgroeit of bent opgegroeid. Het is belangrijk voor de vader of moeder om de identiteit van het kind, het geslacht van de jongen of meisje te benoemen en te bevestigen. Het is belangrijk om te vertellen hoe God seksualiteit ziet en daar onderricht in geeft. Als je als ouder dat niet doet, dan doet de wereld dat wel. En dat was bij mij het geval. Jarenlang was ik slaaf van seksualiteit en zat ik in een wurggreep van de slang. En om een lang verhaal kort te maken, door het vieren van het heilige avondmaal heeft hij mij bevrijd. Er is kracht in het bloed van Jezus. Halleluja. Er is hoop, er is nieuw leven. Je zult leven zoals God dat bedoeld heeft. Peter zegt, wees heilig, want ik ben heilig. Je mag Jezus in je leven heiligen. Als Heer. Over elk gebied. Jezelf heiligen voor God. Overgave. Verlangen naar puurheid. En heiligheid. Dat zijn onder andere de werkingen van Gods geest in je leven. Op elk gebied in je leven. Als je dicht met God wil leven, kom je dingen tegen die tussen jou en God instaan. En die je dan graag in orde wilt maken. God heeft je de gave van het vrijwillig kiezen gegeven, maar heeft jou ook de macht gegeven over de slang. En ik wil graag nog een tekst lezen, dan komen we bijna bij het eind. En dat is de tekst uit Romeinen 12. En daar zegt Paulus, ik vermaan je dan, broeders en zusters, met beroep op de barmhartigheden Gods, dat je lichaam stelt tot een levend, heilig, Goden welgevallig over. En dit is jouw redelijke eredienst. Je wordt niet gelijkvormig aan deze wereld. En al wat in deze wereld is. De begeerte der vlees, de begeerte der ogen en een hoogvaardig leven. Men wordt hervormd door vernieuwing van je denken. Door het woord van God. Omdat je mag erkennen wat de wil van God is. Het goede, het welgevallige en het voorkomende. Met de onvoorwaardelijke liefde die God jou door Jezus gegeven heeft, kun je deze liefde niet onbeantwoord laten. En ik herhaal het nog een keer. Met de onvoorwaardelijke liefde die God jou door Jezus gegeven heeft, kun je deze liefde niet onbeantwoord laten. In de naam van Jezus. Amen. Waardevol Leven Gemeente brengt mensen voort die zijn gefundeerd in genade, gedreven door liefde, geleid door de geest en gericht op de grote opdracht.